Lieve kijkers, vandaag heb ik kipsoesjes gemaakt. Die zijn erg lekker geworden. Iedereen maakt het zo'n beetje op zijn of haar eigen manier. Je zult zien wat ik allemaal erin doe. Ik heb alvast een paar soesjes gevuld. Die komen net uit de oven. Laat het natuurlijk eerst afkoelen. Ze zijn wel heel snel afgekoeld. En in de tussentijd had ik ook nog een vulling klaar. En die stond al in de koelkast. Dus ik heb 2 gevuld om even te proeven. Ik vind het heel lekker. Het is helemaal mijn recept. De vulling is precies zoals ik het lekker vind. Wil je het ook proberen op mijn manier? Dan wil ik ook graag weten wat jij ervan vond. Lekker. Dit ga ik straks even lekker verder opmaken. En lekker van genieten. Voor nu wil ik zeggen, like, abonneer. Laat een reactie achter als je het leuk vond. En vergeet niet om mijn video's te delen met je familie en vrienden. En zeker adviseren om te abonneren. En tot de volgende keer dan. Dag! Voor de vulling van de kipsoesjes heb ik nodig kipfilet, mais, pikalili, doppertjes, zeezout en zwarte peper. En ik laat je zo zien wat ik voor de soesjes nodig heb. Voor de soesjes heb ik nodig boter, bloem, eieren, melk en zout. Kip is gekookt en ik heb het heel fijn geblozen. Heel fijn gemaakt. De kip gaat erin. Doppertjes en mais heb ik laten uitlekken. Ik ga dat nu allemaal bij elkaar mengen en dan heb ik de vulling klaar. Daarna laat ik je zien hoe ik de soesjes ga maken. Ik heb een andere schaal gepakt. Daar kan ik het beter in mengen. De rest van de kip doe ik er ook bij. Ik leg deze in de koelkast en dan ga ik in de tussentijd de soesjes maken. Melk, zout en boter kook ik even samen. Als de boter gesmolten is en dit begint te koken, dan doe ik beetje bij beetje de bloem erin. En zorg ervoor dat het een mooie gladde massa wordt. Ik ga nu de bloem erin doen, maar ik ga het wel zeven. En dat is wel heel fijn. Anders krijg je van die klontjes en dat wil je niet hebben. En blijf natuurlijk roeren in de pan, zodat het niet gaat klonteren.
en zet je vuur laag. Eerst was mijn vuur middelhoog en nu is mijn vuur laag. Nou, dat ziet er mooi uit. Het is een mooie gladde massa geworden zoals je dat ziet. Dit gaat echt heel snel. Binnen een minuut of drie is het klaar. Ik laat dit nu even afkoelen. En als het een beetje afgekoeld is, dan doe ik de twee eieren er doorheen. Ik doe het niet meteen als het zo heet is, anders gaat het schiften en dat willen we niet. Ik ga nu de eieren goed mixen. Het is iets afgekoeld. Ik vind dat je met een vork beter kan mixen, dus ik ben overgestapt op een vork. De eieren zijn bijna heel goed er doorheen gemengd. Ik ga nu mijn oven voorverwarmen en in de tussentijd maak ik de vormpjes. Je kunt ook een spuitzakje gebruiken. Wel eentje met het grootste gaatje gekozen. En dan maak ik de mooie vormpjes. Ja, dat kan gebeuren. Je mag zelf bepalen hoe groot je je soesjes maakt. En zo ga je door. Mijn spuitje is stuk. Dus ik ga nu van die wegwerp spuitzakjes gebruiken. Ik heb de mondstuk wel, dus die kan ik wel gebruiken. Nu is het wel makkelijker dat ik in één keer wat meer erin kan doen. Dat scheelt wel. Even kijken. Of het ook goed lukt. Ja hoor, zeker weten. Als de soesjes afgekoeld zijn, dan kun je dat gaan vullen. Zorg er wel voor dat je je soesjes ietsje dikker maakt. Ik heb het iets te plat gemaakt. Het is niet zo dat ik het niet kan vullen. Als ze iets dikker waren, dan kan je het iets beter snijden. Als de soesjes afgekoeld zijn, dan kan je die vullen.
En als je het gevuld hebt, dan mag het weer in de koeling. Totdat je het gaat eten. Zo ziet het eruit. Ik ga er sowieso wat vulling van overhouden. Maar dat geeft niet. Die kan ik lekker met cracker eten, want het is een lekkere salade. Dit zijn de kipsoesjes die ik gevuld heb.